De hersen is natuurlijk een heel, nou, ik zou zeggen, het meest precaire orgaan wat we hebben. Het maakt ons, het maakt wie we zijn. Je emoties zitten daar, maar ook je persoonlijkheid. Dus een aandoening van de hersenen, en zeker als het kwaadaardige tumoren betreft, veranderen dus ook je wezen. Ik ben Clemens Derven, ik ben neurochirurg en ik werk in het Erasmus MC en vooral veel in het Erasmus MC Kankerinstituut aan de behandeling van patiënten met een hersentumor. Een van de allermooiste momenten blijft toch de aanblik op de hersenen. Als je aan het opereren bent en je opent de schedel en het hersenvlies en je kijkt op de hersenen die daar zo heel vredig pulseren. Het is heel sereen, het is heel prachtig en het is altijd naar. Soms moeten we een toegang maken door hersenweefselen om in de diepte een tumor eruit te halen. Dat je daar dan schade aan moet maken, dat blijft iets afschuwelijks. Een kwaadaardige hersentumor is nog steeds een doodvonnis. Een heel naar doodvonnis, want de gemiddelde tijd dat iemand overleeft met zo'n kwaadaardige tumor is nou iets meer dan een jaar. In de hersenen zitten andere bloedvaten dan in de rest van je lichaam. En waarschijnlijk heeft de natuur dat zo bedacht om je hersenen te beschermen tegen giftige stoffen. Maar dat betekent dus dat zoiets als chemotherapie, wat een giftige stof is, nauwelijks in je hersenen terechtkomt. En dat is hartstikke mooi, maar niet als je daar de hersentumor wil aanpakken. Mijn hoop is dat we voor de behandeling van hersentumoren eigenlijk dat we het immuunsysteem kunnen zodanig kunnen stimuleren, activeren, dat je eigen afweersysteem je tumor te lijf gaat. We kennen dit allemaal als je verkouden wordt. Dan voel je je ziek en je krijgt een rode keel. En dat komt omdat die virusdeeltjes daar in je slijmvliescellen zich vermenigvuldigen. Je afweersysteem komt in actie en gaat dat virus eruit werken en dat geeft ziekteverschijnselen. Als je nou zo'n virus kan inzetten om het zelf te doen, niet bij je keelslijmvlies, maar in de tumorcel, dan zou zo'n virus zich als een Pac-Man door die tumor kunnen vreten, als het ware. Dit hebben we gedaan ook hier in het Erasmus MC Kankerinstituut. We zijn eigenlijk de eerste geweest in Nederland en de tweede in heel Europa die een studie hebben gedaan waarbij we zo'n virus, wat dus genetisch veranderd is, het is een onschuldig verkoudheidsvirus, maar zodanig aangepast dat het alleen een tumorcel naar binnen kan, maar niet een hersencel. En wat je dan inderdaad ziet, is dat op bepaalde plekken in die tumor waar je het inspuit, daar wordt die tumor om zeep geholpen. Het behandelen van een tumor in de hersenen is ook, dat luistert heel nauw, want een klein beetje schade kan tot zeer ernstige consequenties leiden. Uitval, dingen die je niet meer kunt, verlamming, niet meer kunnen spreken. Dus ik zeg altijd, ja, je moet enerzijds gewoon een echte chirurg zijn, die doorpakt, die aanpakt, die erop afgaat. Maar tegelijkertijd moet je ook een beetje een filosoof of een beschouwer zijn die ook heel goed weet van nu stoppen en nu niet verder. Ja, dat evenwicht moet je wel zien te vinden. Ja.